Dit jaar bestaat de Bernisse Stijn in Zuidland 25 jaar. Bernisse Stijn bestaat 25 jaar. Hoe is de geschiedenis hiervan? Bernisse Stijn is 25 jaar geleden geopend door minister Dolman. En oorspronkelijk was het een FNV-huis. Rode achtergrond hebben we dus eigenlijk. En door de loop der jaren heen is de organisatie toch wel veranderd. We hadden eerst een samenwerkingsverband met Voornestein uit Hellevoetsluis. Later zijn we gaan samenwerken, dat heet ook de samenwerking met Rozenburg. En daarna zijn we gaan fuseren, werden we zorg en welzijn. En op dit ogenblik zijn we al een aantal jaren Karijn geworden. Jullie hebben een feestweek georganiseerd. Wat wordt er allemaal gedaan? Wat er van de week allemaal wordt gedaan? We zijn maandag begonnen met de officiële opening van de feestweek, waar natuurlijk een speech bij hoorde. En we zijn begonnen met een ballonnenwedstrijd. Elke bewoner heeft een kaartje aan een ballon gekregen met hun naam erop en helium gevuld. En die zijn buiten de lucht ingegaan. Tussen de middag hebben we de traditionele maaltijd gebruikt, spek met peren. En eigenlijk doen we dat al vanaf de opening van het huis. Op 10 februari eten we elk jaar spek met peren, een streekgerecht. Dat is gepekelde harskarbonade met daarbij stoofpeertjes gekookt. Ik vond het heel bijzonder, maar ik heb hem zelf ook geproefd. En ik vond hem eigenlijk buitengewoon lekker, dus die houden we er voorlopig nog wel in. Gisteren hebben we een grote bingo-middag gehouden met heel veel extra prijzen. Vandaag hebben we een familiedag. En de bewoners mochten allemaal familie uitnodigen om activiteiten gezamenlijk te doen. Dus vanmorgen zijn ze begonnen met bloemschikken, met bloemen maken. We staan hier voor het resultaat eigenlijk, Bernisse Stijn 25 jaar. En er zijn cupcakes gebakken, die zijn versierd met marsepein. En de mensen gaan nu de zaal in om pannenkoeken te eten. En vanmiddag komt het Chanticoor drie keer niks, dus het wordt weer een hele gezellige boel. En vrijdag gaan we gezellig varen met alle bewoners en de vrijwilligers. Nou, er staat genoeg in de planning. Hoe zijn de reacties van de bewoners? Reacties van de bewoners, ja, die zijn heel erg leuk. Hebben hier naartoe geleverd, daar hebben we natuurlijk programmaboekjes gemaakt. Het feit dat de familie wordt uitgenodigd, dat er heel veel muziek is. De mensen vinden het gewoon heel erg gezellig. De sfeer is goed. En wat staat er nog meer op de planning voor het Bernisse Stijn? De komende activiteiten die zijn, even denken hoor, 17 mei hebben we een voorjaarsmarkt. Er is een rommelmarkt bij, creatieve markt zit erbij. Er worden eten en drinken, kraampjes zijn daar. En de opbrengst is zoals altijd voor de activiteiten weer voor de bewoners. In mei gaan we ook weer een week met bewonersvakantie. Altijd geweldig. Ik geniet er misschien nog wel het meeste van. En eigenlijk hebben we elke dag activiteiten. Op maandag is er altijd een zangclub. Op dinsdag gaan we gymmen. Er is een sausjes, bingo, weeksluiting. Elke dag is hier in Bernisse Stijn wel wat te doen. Zoeken jullie nog vrijwilligers in Bernisse Stijn? Nou, vrijwilligers zijn we altijd op zoek. Want er is hier in zo'n huis altijd wel wat te doen voor activiteiten. Mensen brengen, halen voor activiteiten in de zaal. Maar ook het rondbrengen van de koffie. Als huiskamerdienst op de verpleegunit. We hebben een stukje verpleeghuis voor dementerenden, zeg maar, in Bernisse Stijn zelf. En er zijn zoveel dingen waarbij we extra aandacht zouden kunnen geven aan de bewoners. We hebben gelukkig een hele grote groep die altijd voor ons klaarstaan. Maar we willen nog zoveel activiteiten organiseren. En iedereen die daarbij een handje zou kunnen helpen, zou kunnen ondersteunen, is alleen maar van harte welkom. Misschien is er een drempel. Ik weet niet wat mensen tegenhoudt, maar het is gewoon heel erg gezellig. En het geeft enorm veel voldoening als je hier wat voor de mensen kunt doen. Ook voor jezelf. Ik zou zeggen, kom en meld je aan in Bernisse Stijn.